En bischop Steve Mayer vindt dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Hij zegt dat de regering hiermee voor tweedracht zorgt, terwijl dergelijke zaken juist achterwege gelaten moeten worden. Burgers moeten zelf de keuze maken of ze wel of niet gevaccineerd willen worden. Maar ieder, gevaccineerd of ongevaccineerd, kan dit virus overdragen naar een ander. Dus waarom een onderscheid maken om mensen die niet gevaccineerd zijn te verbieden om bepaalde ruimtes te betreden, naar restaurants te gaan en eigenlijk zo binden en aan die overheid binden? Laten we dat niet doen. Laten we stoppen met die verplichte vaccinaties, want dat gaat de bevolking van Suriname nog meer uit elkaar rukken. Okay. Dus dat is een verzoek wat ik doe aan de autoriteiten en dat zij dus stoppen met dat soort beleid. Dieu Charman, arts, tevens de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, zegt dat er geen vaccinatieplicht is vanuit de overheid. Ook is er geen enkele wet die dwingt tot vaccinatie tegen het coronavirus. Er is geen verplichting vanuit de overheid, er is geen wet die verplicht. Het is nog steeds op basis van vrijwilligheid dat mensen gevaccineerd worden. Alleen proberen we zoveel als mogelijk met informatie op alle mogelijke manieren mensen aan te moedigen. Want nogmaals, het is een epidemie en je zal het alleen kunnen beteugelen met epidemische interventies en dat is vaccinatie. Charman benadrukt dat het niet zo is dat een gevaccineerde het virus niet kan overdragen. Het gaat erom dat hoe meer mensen zijn gevaccineerd, hoe veiliger de situatie is. Charman en Meijer spraken gisteravond in het programma Questions and Answers.